Welkom bij Leeuw wat een actueel van 3 augustus 2010. De gemeente heeft een vergunning gegeven voor de installatie van een nieuwe pinautomaat op het Oldehoofse Kerkhof. Sinds de sluiting van het postkantoor was er in dit deel van de binnenstad geen pinautomaat meer. Hier kwamen veel klachten over binnen. Het Oldehoofse Kerkhof is een druk bezocht plein bij evenementen en er is ook veel publiek vanwege de parkeergarage. SNS Reaal heeft toestemming gekregen van de gemeente om de voorziening uit te voeren. Gistermiddag werd Grauw de winnaar bij het Scutjesielen op de Hegemermar bij Woudsend. Langweer werd tweede, maar was geen bedreiging voor Grauw dat de gehele wedstrijd aan de leiding ging. De strijd om de derde en vierde plaats was spannend en ging tussen de koplopers in het algemeen klassement Heerenveen en Joure. Uiteindelijk eindigde Joure met schipper Dirk-Jan Rijenga als derde en Heerenveen werd vierde. Hierdoor liep Joure in het algemeen klassement in op Heerenveen. Het verschil is nu 0,1 punt. Er waren gisteren geen protesten. It's not far to never reason to pretend. Wind is right, you can find the joy of innocence again. Oh, the candles can do. Afgelopen weekend was in Nederland en België weer de jaarlijkse tuinvlindertelling. In Friesland zijn 1068 vlinders geteld en de meest voorkomende vlinders waren de Atalanta, de dagpauwoog en de kleine vos. Er zijn 22 soorten vlinders geteld. En het gemiddeld aantal vlinders per tuin lag op 20 tegen 32 vorig jaar. Volgens de Vlinderstichting komt het door het matige weer dat er nu minder vlinders zijn. In Gelderland werd de meest opvallende vlinder gesignaleerd, namelijk de ijsvogelvlinder. De eerste 3 weken van juli waren subtropisch in Friesland. Er werd een gemiddelde etmaaltemperatuur van 19,7 vastgesteld en dat was 2,8 hoger dan de norm. Het record van juli 2006 met een gemiddelde temperatuur van 21,5 leek verbroken te worden. Maar vanwege het mindere weer in de laatste week van de maand kwam dit er niet van. Het oosten van Friesland telde 1 hittegolf en wel van 8 tot en met 14 juli. Bij een hittegolf moet er 5 dagen achtereen sprake zijn van temperaturen boven de 25 graden, waarvan 3 boven de 30. De hoogste temperatuur in Friesland werd op 9 juli gemeten in Halderwijk, namelijk 36,3. Zondag 8 augustus wordt in de Prinsentuin Poetry Slam Leeuwarden georganiseerd. Poetry Slam is een moderne voordrachtsvorm van gedichten. Enkele slamdichters gaan tijdens zondag met elkaar een wedstrijd aan. Binnen een bepaalde tijd en in een paar ronden dragen de dichters hun gedichten voor. Het publiek en een jury bepalen welke slammer de beste is. Er komen bekende slammers optreden, waaronder Ellen Dekwits en Daan Doesborg. Uit Vlaanderen komt Erika de Sterke en Friesland is vertegenwoordigd door de gemeentedichter van Dongeradeel Mark Spijkers en Joost Koning uit Sneek. De muziek wordt verzorgd door de groep Winterjong. De presentatie is in handen van Melvin van Eldik. Dit was Leeuwarden Actueel van dinsdag 3 augustus 2010. Tot ziens!